vanochtend vertrokken uit Roseau. Hier naar Boetica gereden om water te komen brengen. Onderweg zijn we wat slechte wegdek tegengekomen. Met behulp van de genie van de landmacht. En daar hebben we het wegdek her en der kunnen verstevigen. Om zo de 4 tonnen die we vol met water hebben eroverheen te kunnen laten rijden. Uiteindelijk zijn we hier aangekomen met de intentie eigenlijk om een lijn te overspannen om zo water te brengen. Het 3-in-1 systeem wat wij normaal gebruiken met de rivercrossing in Schotland komt dat hier voor pas. Onze verbazing schetste dat de fire department al een lijn had weghangen. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt en her en der hebben we hem nog verder kunnen opspannen om zo een en ander te vergemakkelijken. Aan de overkant van het wegdek staan de mensen van Lodica met voertuigen om zo het water te transporteren in het dorp en zo de mensen te kunnen voorzien van water daar waar nodig. Thank you.